Terug naar mijn missie lukt het me om een schip van 80 meter de haven in te loodsen. Het is de grote dag vandaag. En ik ben wel een beetje zenuwachtig. Dit is het eindpunt. Hier moet een schip terechtkomen. Schip van 80 meter. En ik zat als te denken van, hoe lang is nou precies 80 meter? Een grote stap is een meter. Dan gaan we. Oké, 80 meter. Laten we het heel even in perspectief plaatsen. Een gemiddelde touringbus is zo'n 15 meter lang. En weet je nog dat ik vorig seizoen met een Boeing 737-800 van Amsterdam naar Parijs moest vliegen? Nou, dat apparaat is dus maar 40 meter lang. Onze drone die dit filmt, die hangt ongeveer op, laten we zeggen, een metertje of 50. En als je denkt dat dat al een eind de lucht in is... het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, de Airbus A380... is met zo'n 70 meter nog niet eens zo lang als het schip dat hier moet komen te liggen. Dat is echt heel lang. Het schip dat ik ga besturen ligt nu nog op de Noordzee... en om daar te komen word ik opgehaald door deze supersnelle loodsboot. Maar vandaag is dit niet mijn boot. Het gaat namelijk om deze. Dit is hem. De Pollux is een loodsboot die ontworpen en gebouwd is in Nederland. Hij is zelfs langer dan 80 meter en ook nog eens 13 meter breed. Speciaal gemaakt voor de soms ruwe Noordzee, waar de golven huizenhoog kunnen zijn. Oh, oh, oh. Hallo! Hoppakee. Welkom Klaas. Dag. Aan boord van de Pollux. Dank je. Wat je vandaag naar binnen toe gaat brengen. Ga je daarbij helpen natuurlijk. Robin loodst de grootste zeeschepen de haven van Vlissingen of Antwerpen binnen. Dat gaat via de Westerschelde. Het is een ingewikkelde vaarroute door de vele zandbanken en het verschil met eb en vloed. Gelukkig kent Robin het water op zijn duimpje. Zijn werk is om aan boord te klimmen van die zeemonsters en de kapitein te helpen om veilig te navigeren. Vandaag is dat de Pollux en ben ik de kapitein. Wauw. Nou Klaas, welkom op de brug. We liggen in dit gebied. Okay. En we gaan zo meteen dit stuk richting Westkapelle varen. Dus de groene boeien houden we... Ja, aan de rechterkant. Stuurboord. En bakboord en links. Ja. En dan gaan we hier de buitenhaven in. Hier moet hij in? Ja, daar moet hij in. Daar stond ik vanmorgen. Ja. Dat ziet er toch heel klein uit dan, hè? Ja, dat is best krap. Ja, maar dat is een zorg voor later. Vooralsnog heb ik de luxe van open zee voor me. En kapitein John is alweer een week op zee. Tijd om hem af te lossen. Oké, alsjeblieft. Dit is heel gek, dit. Hij staat nu op flinke snelheid. Ik wil natuurlijk een beetje richting die vuurtorens. Ja. Dus hij gaat nu al heel erg uit koers. Dit gaat goed. Ik moet ook gewoon even relaxen, weet je. Het is nu nog heel chill allemaal. Dit is te gek, man. Ik hoor je ook echt zo'n muziekje bij, hè? Aan de kust. Nee. Nee. Weg. Ja, deze. Hier Klaas, dat is wel een bakje zeker. Ja, nu het nog kan, hè? Want die kust die komt wel rap dichterbij. Ja, die komt rap dichterbij. Ja. Tijd voor het serieuze werk. Via de sluis de haven van Vlissingen zien te bereiken. Maar op dit knooppunt is het erg druk. En we moeten rekening houden met ander vaarverkeer van alle kanten. Er komt hier een, eentje af en er komt daarachter komt er ook nog een. Zeevaart is dat. Maar... die komt eraf. Ah, gaan we niet kunnen we eventjes, moeten we niet achteruit varen? Ja, dan kunnen we even achteruit slaan. Ja, hoeveel? Ja, zet maar even op zeer langzaam. Het is een ongekend precisiewerkje waarbij je goed vooruit moet kijken. Met twee superkleine stuurwieltjes deze kolos door een trechter vol bootjes en schepen manoeuvreren is pittig. Maar het gaat wel. De volgende uitdaging is in zicht. De sluis naar de haven met amper een meter speling aan beide kanten. Ja, midscheeps. Midscheeps. Bakboord 20. Even langzaam de vaart afbouwen. Nou, de lichten staan op groen, hè, dus we mogen erin varen. Nou, dan komen we eigenlijk mooi in het midden van de sluis uit zo. 2,7 knopen. Ja, dus de vaart bouwt mooi af. Nou, de boegschroef een beetje naar stuurboord. Dus een kwartje naar stuurboord, 25%. Zo, knetters. Die gaat aan tak. Bakboordsmotor achteruit. Daar liggen we dan, veilig in de sluis, met de haven in zicht. Nog één uitdaging. Even een moment van rust. Koffie. Koffie, zegt hij. What a ride. Nou, ik vind het echt zo intensief, omdat het zeg maar de hele tijd vooruit gaat. Het stopt gewoon niet, zeg maar. En ook nu moeten we weer door, want de sluisdeuren staan inmiddels weer open. Varen we maar uit, zou ik zeggen. Oké, steady, steady. Kijk, kapitein Klaas hier. We hebben de haven van Vlissingen bereikt. Nu nog een mooi plekje zoeken om aan te leggen. Voor de haven gaan we hem draaien en dan gaan we achteruit naar de lichtmast. En dan ligt hij gelijk goed voor als jullie weer weg. Ja, precies. Ja, ja. Nou ja joh, dan zetten we hem toch even achteruit op zijn plek. Ben er nou toch? Draai hem nu maar richting het jacht. Steeds half achteruit. Nou, dan zien we eigenlijk als we nu opzij kijken, dan zien we de vaart achteruit. Ja. Dus we liggen. Het is gedaan. Eens even buiten kijken. Wat een gelukzalig gevoel is dit. Hey Robert, onwijs bedankt. Ik heb echt veel geleerd van jou als loods. Ze zijn al druk aan het uitladen en alles. Ja. Maar kan Klaas een schip van 80 meter in een haven leggen? Zeker weten. 82 meter zelfs. Tot zover deze aflevering vanaf het water. Ik ben geslaagd. Wil je nog meer missies zien, dan moet je even hier klikken, want we hebben ze allemaal op een rijtje gezet. Hier vind je andere te gekke beroepen en duels. En hier kan je jezelf abonneren. Lekker bezig, lekker kijken en tot snel.